Goeiedag mensen, welkom bij mijn nieuwe vlog. Ik ben vandaag bij Hussein Abi Chakan trainingen. En ik ga hem vandaag interviewen. Ik heb er zin in. Leuk. Mag je jezelf voorstellen? Ja, dankjewel. Ik ben Hussein Chakan. Ik ben de eigenaar van Chakan trainingen. 38 jaar. Ik ben geboren en opgegroeid in Zutphen. En dat is het. De rest van de vragen die hoor ik wel. Ja. Hoe gaat het met jou? Met mij gaat het naar omstandigheden goed. Behalve de corona, de lockdown. De sportscholen moeten dicht. Dus dat betekent dat ik niet mag werken. Nee. Dat is het enige wat eigenlijk niet zo goed gaat. Maar voor de rest met mij gaat het gelukkig goed. Ja, gelukkig. Ja. Ja, dat is wel jammer, ja. Heel jammer, ja. 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 Wat heb je allemaal bereikt? En wat zou je nog meer willen bereiken? Nou, wat ik al heb bereikt is dat ik een personal training studio heb. Dat was een droom eigenlijk waarvan ik had gehoopt dat die zou uitkomen. Nou, uiteindelijk is die uitgekomen, dus dat is eigenlijk al iets wat ik heb bereikt. En ik heb voor het komende jaar heb ik hele mooie doelen opgesteld die ik ook wil gaan behalen. Ja, dankjewel. Ik ben trots op je. Ja, ik ook. Ik vind het wel leuk. Ja. Waar zou je over 5 jaar willen staan? Ja, dat is een hele mooie vraag. Dat heeft een beetje te maken met het doel die ik voor het komende jaar heb opgesteld. Daar kan ik op dit moment niet heel veel over vertellen. Nee. Mochten we elkaar volgend jaar spreken, dan kan ik je natuurlijk wel meer over vertellen. Nee. Over 5 jaar wil ik toch wel ergens staan dat ik... Ik heb nu één trainer in dienst, één trainster. Het zou mooi zijn als ik meerdere trainers in dienst zou hebben. Dat zou wel heel mooi zijn. Ja. Dat zou ik wel graag willen over 5 jaar. Ja. Dat zou wel mooi zijn. Ja. Precies, ja. Ja. Hoe lang heb je een eigen sportschool? Vanaf september 2016. Ja. Dus dat is nou 5,5 jaar bijna. Ja. Een sportschool heb ik van 5,5 jaar. Maar ik geef al wel heel lang trainingen. Ik geef al bijna 20 jaar trainingen. Maar mijn eigen bedrijf, Chakan Trainingen, dat heb ik vanaf september 2016. Ja. Dus ik heb voor die tijd heel veel ervaring opgedaan. En toen heb ik de keuze gemaakt om echt officieel voor mezelf te gaan beginnen. Ja. Heb je iets gewonnen? Ik heb 3 awards gewonnen. Toevallig een maandje geleden met de Dutch Fitness Awards heb ik 3 awards gewonnen. Personal trainer van het jaar gemeente Zutphen, personal trainer van het jaar provincie Gelderland en ik heb een Golden Award gewonnen omdat mijn gemiddelde cijfer hoger dan een 9 is en mijn gemiddelde cijfer was een 9,55. Dus ik heb 3 awards gewonnen. Ja, dat is wel iets waar ik ook best wel trots op ben. Ja. De nummer 1 van Gelderland, de nummer 1 van Zutphen en de Golden Award. Ja, snap ik. Ja, netjes. Ja, dankjewel. Ja. Wat zijn jouw specialiteiten? Mijn specialiteiten zijn de personal trainingen. Dat is vooral wat we hier doen. Waarin ik ook mij onderscheid met andere sportscholen in de hele omgeving van Zutphen. Is dat wij personal trainingen aanbieden. En op het moment dat er een personal training bezig is... dat er verder niemand aanwezig is. Dus er zijn wel heel veel personal trainers in de omgeving. Bij alle sportscholen zijn eigenlijk wel personal trainers aanwezig. Maar daar zijn ook nog steeds andere mensen in diezelfde ruimte. En op het moment dat ik hier een personal training geef, dan is er verder niemand aanwezig. Dus dat is wel mijn specialiteit, zeg maar. Ja. En wat ik als kleine aanvulling daarop wil zeggen, is mijn pedagogische achtergrond. In het begeleiden van vooral kinderen met gedragsproblemen. Dat is ook wel best wel een specialisme, zeg maar. Dus die combinatie, die twee dingen bij elkaar, maakt het eigenlijk best wel uniek. Ja. Ja. Ja, klopt. Ja. Ja.
wat voor diploma's heb je nog meer? Ik heb verschillende diploma's. Voor een sportopleiding heb ik natuurlijk diploma. Ik heb sociaal-pedagogisch medewerker, niveau 4 diploma. Ik heb de politieopleiding gehad, ik heb bij de politie gewerkt. Ik heb een koksopleiding gedaan om te koken. Ja. Ja, dus die diploma's heb ik allemaal. Ja. Ja, en dat zijn in verhouding niet heel veel diploma's. Maar dat komt omdat ik best wel lang heb gewerkt bij iedere tak waar ik heb gewerkt. Dus had ik ook niet zo heel veel diploma's, maar wel heel veel ervaring opgedaan. Ja, dat is ook belangrijk. Ja, 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 ja. Vind ik wel. Ja, vind ik ook heel belangrijk. Ja, ja. Vind ik ook. Ja. 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 Wat had je vroeger al willen worden? Politieagent. Ja, ja, dat wou ik worden toen ik een klein kind was. Ja. Uiteindelijk was ik het toen ik 17 jaar was, toen solliciteerde ik bij de politie. En toen ik 18 jaar was, toen werkte ik bij de politie. Wow. Ja. 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 Dus die droom is ook uitgekomen. Ja. 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 Ik ben een gezegend mens. Ja. Ja, dat is wel mooi. Ja. 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 Dus ja. Ja. Cool. De fijnste trainer die je hebt gehad? Ja, ik heb meerdere fijne trainers gehad. Maar ik denk dat de fijnste trainer als trainer, maar ook als persoon, Harry Luiken. Dat is wel een hele fijne trainer. Een hele harde trainer, strenge trainer. Maar Harry was een persoon waar je ook gewoon mee kon praten, zeg maar. Waar je ook gewoon goede gesprekken mee kon voeren. Dus dat was echt een hele fijne trainer. Dus al mijn respect gaat wel naar hem toe, zeg maar. Ja, ja, ja. Ja. De fijnste leerling? Ja, dat is een moeilijke vraag. Ik heb heel veel leerlingen. Oh ja. Ja, ik heb heel veel leerlingen. En ik mag daar natuurlijk geen onderscheid in maken. Ik vind iedereen die ik hier train, vind ik hartstikke fijn. Ja. Weet je, ik haal energie uit iedereen die ik hier train. Iedereen heeft zijn eigen kant, hè, waarom diegene hier komt. En ja, iedereen heeft wel wat moois in zich natuurlijk, hè? Wat diegene uniek maakt, zeg maar. Dus ik heb niet specifiek één persoon, maar wel heel veel. Eigenlijk iedereen die hier trainen vind ik wel hartstikke leuk. Ja. 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 Snap ik. Ja. 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 Wat is het belangrijkste van jouw sport? Respect vind ik heel belangrijk. Ja. Dat is een van de belangrijkste dingen. Discipline vind ik ook heel belangrijk. En veiligheid natuurlijk. Hè. Alles wat hier gebeurt is veilig. Dat vind ik wel belangrijk. Ja, dat alles op een veilige manier gebeurt. Dat mensen zich hier vertrouwd voelen. Ja, dat heeft ook met respect te maken. Op het moment dat ik respect toon voor iemand, dan zal diegene zich ook hier op zijn gemak voelen. En dat vind ik wel belangrijk. Want als je je niet op je gemak voelt, ja, dan kun je ook niet fijn trainen. Dus dat vind ik wel heel belangrijk. Daarom is Chakal training heel laagdrempelig. Ik maak geen onderscheid in mensen wie komt trainen. Of je nou groot of klein of heel veel ervaring hebt of geen ervaring hebt. Bij mij wordt iedereen gelijk behandeld. En dat is denk ik wel het allerbelangrijkste van Chakal training. Ja. 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 Wat zijn de voordelen dat je een eigen sportschool hebt? De voordelen is dat je eigenlijk alles zelf kunt doen zoals jij dat wilt. Dus als ik iets wil veranderen binnen Chakal trainingen, dan kan ik dat als ik dat zou willen. Ja. En als je bijvoorbeeld voor een werkgever zou werken, ja, dan kan dat niet. Want dan wordt het voor je bepaald, zeg maar. En nu kan ik zelf alles bepalen. En dat maakt het wel heel fijn. Ja. Ja. Dus als ik iets wil veranderen bijvoorbeeld binnen Chakal trainingen, maar ook als ik bijvoorbeeld vakantie wil, dan hoef ik dat met niemand te overleggen, met mijn klanten natuurlijk, maar ik bepaal dan wel, zeg maar, wanneer ik vakantie neem. En dan hoef ik niet te overleggen met bijvoorbeeld collega's of dat is wel het voordeel van een eigen bedrijf, eigen onderneming. Ja. Ja. Klopt. Ja. Ja. En wat zijn de nadelen van een eigen sportschool? Dat je heel veel aan het werk bent. Ja, ja, het is voor mij een hobby. Maar ik merk wel dat ik er heel veel mee bezig ben. Ook eigenlijk als je, zeg maar, vrij bent, ben je dan nog steeds met je werk bezig. Want ik krijg altijd berichtjes van mensen met vragen of
Dus ik heb niet, zeg maar, bijvoorbeeld dat ik van 9 tot 5 werk en dat ik daarna klaar ben met werken. Dus ik ben altijd wel bezig met mijn werk. En dat is op zich niet erg, maar het kan wel een nadeel zijn, zeg maar, dat je heel veel met je werk bezig bent. Ja. 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 De grappigste momenten tijdens het sporten? Ja, dat zijn er ook wel meerdere. De grappigste momenten zijn... Dat kunnen hele verschillende dingen zijn. Dat kan ook per persoon verschillend zijn. Bijvoorbeeld soms als iemand bijvoorbeeld een combinatie moet maken. En die maakt die combinatie bijvoorbeeld niet goed. Dan kan het heel grappig zijn. Ik heb een keertje gehad dat iemand zichzelf voor het hoofd sloeg, omdat ze die stoot niet goed maakte, zeg maar. Dat was wel heel grappig. Dat was een van de grappigste momenten, denk ik wel. Omdat je de techniek niet goed uitvoert, zeg maar. Nee, klopt. Stootte zichzelf voor het hoofd, zeg maar. Weet je wel. Ja, dat was wel heel mooi. Ja. Ja, dat was een grappig moment. Ja. Ja. Ja, snap ik, hè. Ja. 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 Dan moet je ook wel om lachen. Dan moest we allemaal om lachen. Ja, dat was wel even leuk. Ja, ja, dat was heel grappig. Ja. 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 Klopt, ja. 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 Minder leuke momenten? Gelukkig heb ik die niet zo 1, 2, 3 op te noemen. Dus ik heb het eigenlijk altijd wel heel leuk hier. Ja. Ja, minder leuke dingen. Nee, ik kan het zo niet opnoemen, Emra. Nee, ik heb eigenlijk alleen maar leuke momenten hier, zeg maar, gelukkig. Ja. 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 Dus nou, gelukkig niet. Nee, gelukkig. Gelukkig kan ik je daar geen antwoord op geven. Nee, gelukkig. Ja, ja. Ja. Dus we hebben het eigenlijk, er wordt hier heel hard getraind, maar we hebben ook heel veel plezier met elkaar. Dus daar proberen we ook zoveel mogelijk op te hameren, hè, dat het positief is, dat het leuk is, dat mensen er plezier aan beleven. Ja. En gelukkig niet zoveel, ja, eigenlijk geen minder leuke dingen, zeg maar. Ja. 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 Wie is jouw grootste idool? Ja, dat is ook een moeilijke vraag. Ik denk toch wel Gökhan Saki. Ja. Ja, dat is een kickbokser ook, hè? Bekende kickbokser. Ja, klopt. Het is gewoon een hele mooie vechter is het. Het is, het is een complete vechter. Hij kan heel hard, heel snel, explosief. Hij kan stoten, hij kan trappen. Hij kan hard, hij kan snel. Dus eigenlijk gewoon een hele complete vechter. En daar zijn er natuurlijk meerdere van. Maar buiten het feit dat hij een hele mooie vechter is, is hij gewoon als persoon ook een heel goed mens, zeg maar. Ook gewoon normaal, niet uit de hoogte of... het is gewoon een normale man. En hij gedraagt zich buiten de ring ook gewoon netjes. Ja. Hoe hij praat met mensen. Hij heeft altijd respect voor andere mensen. Dus dat vind ik eigenlijk wel dat is wel mijn idool, zeg maar. Ik heb hier ook een poster van hem, een foto. Dus die heb ik daar ook niet voor niks. Ja, nee. Dus dat is wel een hele mooie man. Ja. En die ook wel fysiek, hij ziet er goed uit, hè, gefiet. Maar ook als vechter, zeg maar. Vooral als vechter. Ja. Ja, klopt. Ik ben ook wel fan van Ja, mooi. Ja, zeker. Ja. Ja, hij is best wel sterk. Ja, heel sterk, ja. Ja, beleefd. Ja, zeker weten, ja. En bekend ook. Ja, een hele bekende vechter, ja. Ja. Ja, zeker weten. Ja, klopt. Ja. Waar word je blij van als je chagrijnig bent? Vooral van mijn kinderen. Yeah. Ja. Ja, het gebeurt niet heel vaak dat ik chagrijnig ben. Nee. Maar mocht het gebeuren en ik zie mijn kinderen, dan is het gewoon goed. Dan vergeet ik eigenlijk alles en dan is het gewoon goed. Yeah. Ja. Ja. En, als je het even relateert naar Chakan trainingen, mm-hmm. Dan word ik altijd wel blij als we doelen behalen, zeg maar. We stellen altijd doelen op voor mensen die ze hier willen behalen. Yeah. En op het moment dat we die behalen, dan word ik daar sowieso blij van. Ook al zou ik die dag op een mindere, me chagrijnig voelen of wat dan ook. Ja. En op dat moment, zeg maar, halen we bijvoorbeeld, hè, iemand wil afvallen en we merken op die dag bijvoorbeeld dat iemand zijn of haar streefgewicht heeft behaald, ja, dan is dat natuurlijk wel heel fijn, dan word ik daar wel vrolijk van, zeg maar. Ja. 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 Cool. Ja. Ja. De belangrijkste opvoeding? Respect. Ja, ja, dat is wel respect. Als dat goed is, ja, daar vallen heel veel dingen onder, hè. Rekening houden met elkaar, omgang met elkaar. Zo zijn er heel veel voorbeelden die vallen onder respect. Op het moment dat dat goed is, ja, dan is de opvoeding wel goed, denk ik. Ja.
Ja. Wat vind je van de coronamaatregelen? Ik vind dat het te overdreven is. Ja, en dat klopt niet altijd. Ik vind dat het heel groot wordt gemaakt. En dat heel veel verschillende sectoren over één kan worden geschoren. Er wordt geen maatwerk geboden. En dat vind ik wel jammer, zeg maar. Ja. Ja, dus er wordt bijvoorbeeld gezegd, hè, van alle sportscholen dicht. Als ik hier kijk, ik heb 170 vierkante meter. Daar train ik normaal gesproken één persoon. Als je het hebt over afstand houden, ik kan wel 20 meter afstand houden van iemand, maar ik mag hier nu geen trainingen geven, dus dat vind ik wel jammer. Ja. Ja, ja, dus dat vind ik, dat moet denk ik wel anders. Maar goed, dat kunnen wij niet veranderen, helaas. Dus, nee. Ja, maar ik vind het wel heel jammer. Ja, snap ja. Ik. En ik denk van, weet je, we zijn een sportschool, de sector is sport. Corona heeft met je gezondheid te maken. Ik denk, nou, dan moet je dus juist gezond leven. Moet je nog gezonder leven. Ja, dat kan niet ergens anders dan in de sportschool, zeg maar. En ik vind het niet erg dat de regels worden geboden. Maar ja, helemaal dicht vind ik niet kloppen. Zeg. Het klopt niet. Nee. Het klopt niet met de corona. Nee, klopt. Ja. Dus ja, ja dat vind ik niet. Ik vind dat het niet klopt. Nee. Ja. Ja, ja. Wel gelijk. Ik vind het niet erg dat ze zeggen, weet je, de sportscholen moeten open. Maar bijvoorbeeld, je moet 1,5 meter of 3 meter houden. Dat vind ik goed. Maar helemaal dicht, dat klopt gewoon niet. Weet je, mensen kunnen nu niet meer aan hun gezondheid werken. Het is buiten heel koud, dus mensen zijn niet gemotiveerd om buiten te trainen. Nee. Ja, wat is er nou mooier als in een personal training studio aan je gezondheid werken? Ja. Ja, maar goed, dat mag dus niet. Nee. Dus ik vind dat wel, dat daar geen maatwerk in wordt geboden. Nee. Ja, dat is wel jammer. Ja, dat is echt jammer. Ja. Ja, klopt. Ja, en van de maatregelen vind ik dat de overheid meer steun moet bieden aan ondernemers. Dat is er ook eigenlijk bijna niet. Nee. Nee, dus dat is wel jammer. Ja, best wel, ja. Ja. En het duurt ook best wel lang. Ja. Ja, alles is te lang natuurlijk. Hè. Als het een dag is, is het een dag te lang. Ja. Maar als het een week duurt, dan is het eigenlijk een week te lang. Maar eigenlijk is alles te lang. Maar het hoeft niet. Nee. Ja. 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 Ja, klopt. Ja. 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 Wat willen jouw kinderen laten worden? ja, mijn zoontje, die heeft verschillende dingen die hij wil worden. Ja. Daar is hij nog niet helemaal over uit. Die vindt het ook heel interessant om politieagent te worden. En mijn dochtertje wil kapster worden en nagelstyliste. Ja, netjes. Ja. Ja. Ja, dus dat weten ze nu al wel een beetje, ja. 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 En mijn zoontje die verandert nog wel eens, die wil ja, van alles, zeg maar. Ja. Ik weet nog niet precies. Ja, ja. Nee, dat verandert iedere keer. Ja. 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 Maar hij vindt de politie wel heel interessant. Dus wie weet. Ja. Ja, wie weet, ja. Dat is wel interessant. Ja, ja, ja. Ja. Zeker. Ja. Ja. Ja, heel erg bedankt voor je tijd en voor je interview. Graag gedaan. Zeker. En ik wil vragen of jij hier nog iets aan toevoegen had. En een SO doen aan iemand. As a shout-out. Of wat de kijkers kunnen weten over je sportschool. Of iets meer wat bij jou inkomt, zeg maar. Mm-hmm. De info. Ja, ja. Ja, als mensen wat willen, dan kijk vooral even op de website van Jack aan Trainingen, www.jackaantrainingen.nl. Daar staat heel veel informatie, ook contactgegevens. Dus mocht je informatie willen, dan kun je via de website, staat telefoonnummer en e-mail, dat staat er allemaal op. Shout-out naar iedereen die het vertrouwen heeft in Jack aan Trainingen natuurlijk. Jullie zijn echt toppers die in mij blijven geloven, ook ondanks deze COVID-maatregelen. We moeten hier even met z'n allen doorheen. En we gaan na de COVID weer lekker knallen. Ja. En als laatste wat ik wil zeggen is mijn slogan. Trainen is goed, maar goed trainen is beter. Ja, dat begrijp ik ook. Ja. Dat is ik. Ja. Ja, heel erg bedankt. Jij bedankt. Ja. Is goed. Is dankjewel, goed. Hè. Ja, graag maar. Jij ook okay. Bedankt. Ja, zeker. Ja. Kunnen we uitzetten, hè? Ja, ja. Uitzetten, ja. Ja, gelukkig heeft het op. Ja, goed zo. Top. Ja, mooi.